Kees Kramer, wel bekend in Baren volgens mij, dirigent van harmonieorkest Crescendo. En zo na de pauze ook van de brassband uit Breukelen. Daar ben je beide dirigent van. Hoe combineer je dat eigenlijk als eerste? Nou ja, het zijn twee verschillende avonden qua repetitie. Ja, dus op dinsdag repeteren we in Baren en op woensdag repeteren we in Breukelen. En dat is in de avonduren. Het zijn orkesten die uit amateurs bestaan, die dat voor een liefhebberij doen. Wat is het verschil tussen een brassband en een harmonieorkest? Het grootste verschil is dat er in een brassband geen houtblazers zitten. In een harmonie vind je klarinetten, fluiten, hobo, fagot, saxofoons ook wel, dus met rieten. En dat vind je in een brassband niet. Brass is Engels voor koper. En ja, dus vind je alleen koperblaasinstrumenten. En slagwerk, dat is dan de overeenkomst natuurlijk. Maar ja, het is alleen koper en slagwerk. Ja, want als ik goed ben geïnformeerd in een brassband heb je geen trompetten, maar cornetten. Heb ik dat goed? Dat heb je helemaal goed. Ja, uitstekend. Ja, wat is dan een cornet? Een cornet lijkt een beetje op een trompet. Je zou kunnen zeggen, de buis waaruit de cornet is gemaakt, die is ietsje breder. Een trompet is een wat dunnere buis en heeft daardoor, zou je zeggen, een wat penetranter geluid. En een cornet heeft een iets ronder geluid. Misschien een hele, ja, je bent van beide dirigent, misschien een hele gemene vraag. Vind je het een toch iets mooier dan het ander of is dat een hele rare vraag? Dat is een uitstekende vraag, maar ik zou geen keuze durven maken. Het is zo anders dat je het, het is blaasmuziek, hè, zou je kunnen zeggen. Maar het repertoire is totaal anders, de klank is totaal anders. Het is een beetje vragen wie van je kinderen je het liefst vindt. Je houdt van allemaal evenveel. En dat, hoewel ze totaal verschillend zijn. Ik kan het niet echt zeggen. Rob van den Bos, een van de leden van harmonieorkest Crescendo. Ja. Ja, en toen jullie die mooie muziek maakten, zat ik echt met bewondering naar je te kijken. Want je ging van het ene muziekinstrument naar het andere. Ik geloof dat het er vier zijn. Kun je ze allemaal een beetje benoemen? Jawel, natuurlijk. Vooraan staan de xylofoon en het klokkenspel. En daarachter staat een vibrafoon en de buisklokken. Wat ik me ook afvroeg. Hoe weet je nou wanneer je naar welk instrument moet? Dat staat in de muziek. Er staat erbij welk instrument je moet spelen. Ja. Dus dan is het soms is het erg rennen zeg maar, om op tijd te zijn. Dan heb je maar een paar tellen om te wisselen van instrument. Dus zeker als je van voor naar achter of andersom moet, heb je een uitdaging. Thank you.
Een dwarsfluit, dat kun je thuis oefenen. Ja. Heb je al deze instrumenten thuis om te oefenen? Nee, ik heb alleen een xylofoon thuis, dus één van de vier, zeg maar. En dan, dat is dan een hele gevaarte, maar dan heb ik alleen het bovenstel heb ik ervan thuis. Dat staat gewoon op een bureau, zeg maar. Daar kan ik op oefenen. En de rest, als ik dat moet oefenen, dan moet ik dat in het gebouw doen. Het is natuurlijk wel, het zijn allemaal piano-achtige... Ja, hoe moet je dat zeggen? Bovenkanten, zeg maar. Dus ze lijken allemaal op elkaar. Dus ik kan de andere instrumenten ook wel thuis oefenen. Alleen de klank is verschillend. Dus om het echt te oefenen, moet ik dan dat bij crescendo doen. Ja. Een harmonieorkest kan heel groot zijn, kan heel klein zijn. Met crescendo zitten we daar een beetje tussenin, zou je kunnen zeggen. En een brassband heeft een vastgesteld aantal blazers. Hè, dus 10 cornetten, 3 trombones, 4 bassen. Nou, dat hebben we ook precies allemaal zo zitten. Dus de band is in balans, zou je kunnen zeggen. En een harmonieorkest kan inderdaad heel groot zijn met 10 fluiten. En wij hebben dan wat, geloof 4 fluiten op dit moment. Dus daar zijn de verhoudingen inderdaad wat flexibeler. Ja. Jij bent net ook wezen kijken bij crescendo. Hoe vond je het? Leuk. Maar ik begrijp dat je zelf ook bij crescendo speelt. Wat speel jij daar? Cornet. En zo'n groot concert wat nu vanavond gegeven wordt, heb jij daar ook wel eens mee gedaan? Nee, wel met een ander concert. Een beetje met allemaal kinderen van jouw eigen leeftijd, denk ik. Ja. Heeft u genoten? Ja, ik vind het een bijzonder leuk programma. Mooi afwisselend en ja, wordt mooi uitgevoerd. Ik geniet vanavond. Ja, ja. Bent u zelf muzikaal? Ja, ik speel wat toetsen, orgel en piano. En ja, ik ben wel liefhebber, mag ik zeggen. Ja, ja. Bent u eerder naar een orkest van of naar een concert van crescendo geweest? Nee, dus voor het eerst. De reden dat ik hier ook ben is omdat mijn dochter in het orkest speelt. En wij komen graag naar haar luisteren. Dus het is voor mij de eerste keer. Maar ik vind het bijzonder leuk en ik geniet ook van de uitvoering.